We wisten natuurlijk dat het Volkskrant-artikel eraan kwam, want dat wist iedereen. En toch, toen ik het las, het was een veel groter artikel dan ik ooit had gedacht. Dan we, ik kan rustig dit namens het hele personeel wel zeggen. Het was een zoveel uitgebreider artikel dan we allemaal hadden gedacht. En als ik voor mezelf spreek, de emoties waar ik het mee las waren verbijstering, boosheid en schaamte. Ja. Ik schaamde me gewoon voor het bedrijf waar wij werken. Ik vond het zo erg en ik vond het ook zo erg om te lezen wat een aantal collega's van ons, redacteuren, hebben mee moeten maken. En we hadden gisteren een personeelsbijeenkomst en daar was het en scherp. De directie werd scherp bevraagd, maar er waren ook mensen die bij de Wereld daardoor gewerkt hebben, die daar huilden en die gewoon stuk zitten. Dus dat is nu allemaal zo realiteit voor ons geworden. Ik heb heel lang nagedacht of ik hier vanavond wilde zijn. Mm. En om erover te praten. En weet je, ik heb zo'n hekel aan onderwerpen de hele week rondpompen in een talkshow. Maar ik dacht, Menno en ik willen toch zelf ook iets over zeggen. Mm.